Even kijken. Ja, ik ben alvast maar sterretjes aan het inslaan. Want er hangt een algeheel vuurwerkverbod in de lucht, hè. Dus een run op deze dingen is onvermijdelijk. Zolang de voorraad strekt. Heeft u uw sterretjes al ingeslagen? Sterretjes inslaan? Waar moet ik ze inslaan dan? Ja, ja, zeker. Ja, echt ja? De sterretjes. Ja, ja, er zit niks anders op, hè? Nee, dat gaat niet gebeuren. Dus, vind je dat jammer? Ja. Ik was altijd... Fanatiek. Ja, er komt waarschijnlijk een algeheel vuurwerkverbod aan. Namelijk. Oh ja. Wat vind je ervan? Ja, prima. Ja? Ja, maar mij niet zoveel uit. Vuurwerk zit er niet in, hè? Dat weet ik. Maar dat gaan we gewoon doen. Wat zeg je, dat gaan we gewoon doen? Ja, toe. Ja, jij hebt lak aan de regels. Ja. Ja, moet luisteren, ik heb een leeftijd, dat interesseert me niet meer zoveel. Nee, je kunt niet meer knallen. Nee, weet ik. Wat vind je ervan? Ja, ik steek toch nooit vuurwerk af. Nee, je bent er niet zo van, maar ook geen sterretjes? Nee hoor. Hey, hard vuurwerk, dus ik ben wel blij met de beslissing die er aan gaat komen waarschijnlijk. Ja. Geen vuurwerk, nooit niet? Nee, nooit. Vanwege het hondje? Nee, maar ik vind het zonde geld. Zonde van het geld? Zonde van het geld en ook zonde voor de hond dan nu, ja. Maar heb je ook het idee dat corona een beetje gebruikt wordt als excuus om het om de nek om te draaien? Ja, want ze wouden toch al jaren. Maar ze zeggen om de druk op de zorg wat te verlichten, hè? Ja, zit wat in. Zal ongetwijfeld mee te maken hebben, maar het wordt ook gebruikt, 100%. Maar ik heb mijn hele leven al een hekel aan vuurwerk gehad. Oké. Dus voor de rest... Dus wat dat betreft komt corona als een zegen dan in vuurwerktijd? Nou ja, dat maakt niet. Nee, wat dat betreft zou het vorig jaar ook wel mogen doen. Dat had u al veel eerder willen hebben? Ja, wat mij betreft wel, ja. Met al die ongelukken en toestand. Ook geen sterretje? Nee. Zit er ook niet in? Knalerten? Nee, niks. Trektouwtje? Niks. Niks? Stiekem toch even een potje uit Duitsland? Ongetwijfeld. En als je, wat is jouw voorkeur dan? Sterretjes, trektouwtjes of knalerten? Trektouwtjes. Trektouwtjes? Waarom? Die zijn geniaal. Die zijn echt mooi. De knalert. De knalert, dat is de beste. Ja. Als het maar knalt? Ja, nou, dat is sentiment, hè. Ja. Ja. Wat doe je dan met oud en nieuw? Bier drinken. Bier drinken vooral? Ja, ja, vooral dat. Heel veel bier doorheen knallen vooral dus. Ja. Aan het werk? Aan het werk. Ja, maar nu dus thuis? Nu dus thuis. Want u werkt in de horeca? Ja. Ah, kijk aan. Geen idee. Nee, dat komt nog. Eerst kijken waar we zitten met de corona, dan pas beslissen. Gezellig zijn avonds met mijn vrouw, iets gourmet of zo of iets dergelijks, maar verder niet. Maar jij zit ook niet met oud en nieuw te kijken naar het vuurwerk om je heen? Ja, dat vind ik wel mooi, maar het is vooral met de mensen waarmee je bent en dat kan dit jaar sowieso niet. Een fijne oud en nieuw. Ja, eens gelijks hè.